Academy's een nieuwe video van de Mooi Speelgarage. Vandaag ga ik weer verder met het café racer project. En het zadel verder vormgeven, zodat ik later met polyester tot een hard zadel kunnen maken. Verder hebben we nu inmiddels de accu. Bedankt voor de tip, want een van de kijkers die had een tip gegeven over een kleine accu. Zoals je ziet kunnen we de achterkant een flink stuk verkleinen. Dus dat is in ieder geval heel strak voor het ontwerp, denk ik zo. En deze lithium accu, dat scheelt echt heel veel in formaat. Dus ik ga er eens mee aan de slag om het model aan te passen. Nou, dit zou moeten gaan worden. We hebben nu ingepakt met plastic folie. En volgens mij is die echt helemaal gelijk aan beide kanten. Dus dat gaat wel strak worden, denk ik. Verder gaan we de motor nu nog verder inpakken. Dus al de troep opruimen, want het piepschuim ligt echt overal. De motor verder inpakken en dan de volgende stap is om hem met polyester matten te gaan bekleden. Te gaan lamineren. En dan zou het toch wel steeds verder richting een serieus zadel moeten gaan. Dus dat is goed. Leuk om te zien zo. Ik heb het ook nog niet eerder gedaan. Dus toch mooi om te zien dat je zo je eigen model steeds verder in een definitief zadel ziet veranderen. De goede kontvorm. Ja. Er past niemand achterop, kunnen we wel stellen. Voorop? Nee. Ja, dit is wel goed, hè? Nice. Alsof het ervoor gemaakt is. Yes. Nou, nu gaat het echt gebeuren. We gaan het zadel van piepschuim naar echt iets maar gewoon op kunnen zitten. We hebben de man net ingesmeerd met vet. Om te zorgen dat we straks, als alle matten er overheen zitten, dat hij goed loskomt van de mol. Dus daarvoor gaan we zo meteen de glasvezel in matten knippen. Dit is een soort losgeweven, dus dat knippen we in stukken. En dan in een soort lagen gaan we dat straks op de mol aanbrengen. En om dat hard te maken gebruiken we hars. Dat moeten we zo meteen eerst nog mengen, dus daarvoor hebben we een bakje waarop de mengverhouding staat. Met de verharder. En gaan we dan met een rollertje en een kwast uitsmeren. Dus ik ben heel benieuwd, want ik heb het ook nog niet eerder gedaan. Maar het zou gaaf zijn natuurlijk als er een mooi zadel uitkomt, dus ik ben benieuwd. We'll be right back.
Nou, hij is nog helemaal warm van de, ja, van de reactie, die chemische reactie die ontstaat. Maar hij begint helemaal ja, mooi uit te harden. Dus we hebben de juiste verhouding gebruikt voor de hars en de verharder. Dat is toch altijd spannend. Maar ja, ik ben wel heel tevreden. Het ziet er goed uit. En ja, ik denk dat we de volgende keer mee aan de slag kunnen om te gaan plamuren. Dus om hem helemaal strak te krijgen. En, ja, en natuurlijk kijken of we hem van de mal af krijgen. Dat is ook nog wel spannend. Maar een hoop leuke dingen komen eraan in ieder geval. Dus we gaan hem plamuren. We gaan een kleur kiezen. Mocht je nog een leuk idee hebben, dan ook altijd leuk. Verder natuurlijk gaan we kijken voor de bekleding. En nou, dan wordt het toch al steeds completer geheel. Dus dat is wel gaaf om te zien. Dus ja, wil je dat natuurlijk zeker niet missen, dan vergeet natuurlijk niet te abonneren. En ja, heb je nog leuke ideeën voor de kleur of de bekleding, dan laat ze ook zeker achter. En tot de volgende!